Good morning guys en welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend, heel vroeg. En we hebben spullen gepakt. We gaan naar Kaapstad. Let's go. Ik zal even mijn lichtdag outfit laten zien. Ik heb deze chille trui aan. Heel veel vroeger waar die van is, want hij heeft die blond mouwen. Hij is van Storage. En ik heb hele warme sokken aan en Balenciaga's. Want de vlucht is 12 uur, dus ik wil lekker slapen. Word je niet duizelig? Ja. Mag ik lopen? Mag ik een keertje? Nou, Polly en ik zitten. We zitten op stoel 1-8. Oké, ik weet niet of jullie mij horen, maar we zitten in het vliegtuig om 4 uur, 5 uur zoiets. En ik ben lekker wakker. Ik heb net 2-3 uur geslapen. Denk ik. Geen idee nog. En Polly ook. Dus ik weet niet, ik ben gewoon tegelijk met haar gaan slapen. Ja, nog 6:40 moeten te gaan. Dat kan zo. Olivia. Ben jij yoga aan het doen? Downward facing dog. Waar zijn wij? Jij zei dat we al boven Afrika waren toch? Ja, we zijn al ver boven Afrika. Good morning. We zijn wakker geworden in Kaapstad. En het regent. Kijk. Ik ga nu naar fitting voor die campagne. En volgens mij mag ik daar niet filmen, maar onderweg en zo denk ik wel. Wow, dit licht is blauw. Dus ik ga heel veel mijn haar krullen. En mijn make-up doe ik denk later. Ik heb lippenstift opgedaan en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ben al de hele dag aan het werk. En ik mag dus geen kleding en zo laten zien. Ik heb deze nagellakkleur opgekregen. En ze hebben mijn haarstukje afgeknipt. Waar ik niet heel blij mee ben. Maar ja, ik had het niet door. Ik zat in de make-up. En toen zag ik ineens haar op de grond vallen. Maar goed, het is maar. En zo lang is zo'n iets klein stukje. Dus we hebben nog 1 of 2 uur te gaan. En dan ga ik naar Olly. Oh my god, kijk hoe bizar mooi het hier is. We zijn in Boca, zo heet dat hier. En we hebben net een foto's gemaakt en even rondgekeken. En nu gaan we weer naar het hotel. Hello guys, good morning. Het is vandaag. Nou, ik heb 1 dag niet gefilmd. Het is vandaag donderdag, hè? Ja, het is donderdag. En we maken echt super lange dagen hier. En ik mag dus niet filmen op de set. Wordt elke dag om 4 uur 's ochtends opgehaald. En vanavond werk ik tot 10 uur. Dus ik heb nu even, ik heb dus Olly gisteren helemaal niet gezien. En nu had ik dus gevraagd of ik een breakje mocht. Daar heb ik heel hard voor gevochten. En nu mag ik een break. Dus we nu even bij het zwembad. Want hier zijn Olly en Sander. En Sanne is even naar de kamer. En we gaan nu naar het aquarium. En naar een hotel, een heel leuk hotel waar we gaan lunchen. En dan moet ik weer terug naar de set. En daar mag ik dus niet echt filmen. Maar ik dacht, ik geef jullie wel even een update. Want anders heb ik zo weinig Kaapstad. Denk jullie, waarom heeft zij in Kaapstad niet gevlogd? Het is dus omdat ik werkdagen heb van 14, 15 uur. En gisteren had ik bijvoorbeeld maar echt 7, 8 minuten pauze. Dus ja. Ik kon niet echt iets vloggen. En morgen... Ja, ik wil wel zeggen, ik hoop dat ik een kortere dag heb, maar ik ben bang dat ik een jinx en dat het alsnog een lange dag is. Morgen gaan ze geen video meer doen, alleen foto's. Dus dan meestal video's heb ik wat het meeste tijd kost. En dan zaterdag ben ik de hele dag vrij, dan gaan we alleen maar leuke dingen doen. En dan zaterdag nacht vliegen we naar huis en dan landen we. Right in time for Christmas. En dan haalt mijn moeder ons op
En dan gaan we naar haar voor haar kerstdiner meteen door met al onze spullen. Dus hopelijk kunnen we in het vliegtuig een beetje slapen. Ja, en ik moet echt nog wat kerstcadeaus bestellen online ook. Kijk eens, onze prinses. Heb je ook een zwembroekje aan? Een zwembroekje aan. Ligt lekker een puzzel te maken. Even de haartjes uit haar gezicht. Heb je een leuke dag gehad? Olly, kan je vertellen wat je doet in Afrika? Kijk hoe schattig die armpjes zijn. Ik heb haar zo gemist gisteren. Ze is zo lief. Olly, zeg eens hallo. Nee, de puzzel is echt belangrijker. Olly. Olly en ik hadden gisteren een heel leuk lunchtentje genomen en deze hier komt ons joinen. En die heeft het ook lekker gehad. Het is hier zo gaaf. Ja, tenminste, ik heb nog niks gezien. Maar... Noor is wel een beetje verdrietig, want die moet ons de hele dag alleen laten. En dat doen wij allerlei hele leuke dingen. En zij is gewoon kei en kei aan het werken. Nou, ik moet ook eerst zeggen, ik heb in de afgelopen jaren wel eens een schedule gezien bij jou, maar deze is wel echt ruthless. Dit is gewoon om 4:30. Nou schatje, ik ga eruit. En ik ga werken. Dus het is een beetje zeg maar precies andersom van hoe het af en toe gaat als ik zeg maar s'nachts aan het werk ben. Gaat zij nu gewoon s'nachts aan het werk. Eigenlijk een soort van. Kijk, Olly, is het lekker? Lekker pastaatje aan het eten. En het is hier zo chill. Echt super nice vibes. Terwijl Noor zich helemaal de blubber werkt, zijn Olivia en ik alleen maar een beetje aan het onderzoeken wat Cape Town allemaal te bieden heeft. En dat is voor kinderen een heleboel, kan ik hier uit eerste ervaring meegeven. We zijn al Table Mountain op geweest, toen was het super mistig, dus daar kon we niet zo heel veel van laten zien. En we zijn nu op een hele toffe plek, namelijk in het aquarium. En zoals je kan voorstellen is er best wel wat zeeleven rond Cape Town te vinden. En hebben ze dan ook een heel mooi aquarium gemaakt. Superleuk. Voor kinderen die leren daar over de belle en de fauna onder water. Super nice. Papa en mama vissen ook daar, toch? Leuk, hè? Dan gaan ze zo meteen de visjes eten geven. Vind je dat leuk? Yes. We're going to wait with our way and focus on eating. Let's see what is he having in his goodie bag. Dat aquarium dat kan je vinden in de haven van Cape Town. En ik vind eigenlijk wel dat de haven van Cape Town een belangrijke plek is. Want laten we niet vergeten, dit is ooit ontstaan omdat de VOC een soort benzinepomp nodig had voor alle schepen die naar oosten voeren. En daar Amsterdam een rijk mee hebben gemaakt en heel Nederland eigenlijk. En als tussenstop was Cape Town natuurlijk een perfecte plek ergens halverwege. De VOC die bouwde hier een fort, die bouwde hier een tuin. Ging eigenlijk als een soort voorloper van een refreshment center van een moderne pompstation de faciliteiten bouwen om zo'n reis weer te voorzien van proviant en van genoeg eten aan boord om hem af te maken. Dus ja, zo'n haven is toch bijzonder. Daar begint natuurlijk vaak dit soort steden mee en zijn dit soort steden mee begonnen. En een stukje geschiedenis ligt hier precies onder mijn voeten. Sowieso nu heel leuk, ze hebben daar hele toffe vibes. Gaan we even kijken. Altijd leuk. Dit is een stukje van de originele haven. En als jullie me misschien nog kunnen herinneren dat ik met Bibi in Hongkong was, toen had ik gezegd dat daar een bal was die ze één keer per dag om 12 uur laten zakken.
En dan kon iedereen die hier aankwam en die geen navigatie had of die door de reis niet helemaal precies meer wist hoe laat het was, of weer hun klokken en dergelijke gelijk zetten en daardoor weer dan goed kunnen navigeren. Want zoals jullie allemaal misschien wel weten, als je goed wil en kunnen navigeren, dan moet je natuurlijk wel weten hoe laat het is, zodat je de kaarten die de hemel vertegenwoordigen ook daadwerkelijk op het juiste tijdstip vergelijkt. Dan pas kan je bepalen waar je bent en, heel erg belangrijk ook, hoe laat het is en hoe lang je onderweg bent en dergelijke. En wat ik altijd zo leuk vind, en niemand weet dit, maar in New York hebben ze natuurlijk met oud en nieuw, en dat komt er bijna aan, het zogenaamde moment waarin ze de ball droppen. Drop the ball. Dat is eigenlijk de moeder van dit alles. Ook daar, wat natuurlijk een belangrijke havenstad was, hadden ze ook zo'n ding. En om 12 uur laten ze die bal zakken, zodat de hele wereld ziet dat het 12 uur is. Och, dat weet hij toch veel. Helemaal niet. Maar als je een beetje oplet, dan zijn dat toch de leuke dingen en de leuke wetenschappers. Drop the ball. Hier rondloopt dat zoveel dingen Nederlandse roots hebben. Dus we zijn nu in de Dorpstraat. Ik weet niet of we in Nederland ook een straat hebben die dit heeft, maar deze vibes zijn zo top. Table Mountain. En wat je daar ziet, dat die bewolking die daar zo overheen ligt, dat noemen ze dus in de lokale volksmond het tafelkleed. Want dat gebeurt hier eigenlijk bijna elke dag. Dat het hier onbewolkt is en helemaal tof. En dat daarboven door humidity die bewolking ligt. Echt super tof. Wauw. Nice. En mensen zijn hier natuurlijk ook gewoon vol aan die Instagram aan het klappen. Dat snap ik ook wel. Het is hier wel echt heel tof. Olivia, moet jij ook nog even op de gram? Nee, hoef je niet op de gram? Je bent het een beetje zat, hè, toch? Wil je naar het strand? Ja! Zo leuk, hè, Olivia? Al die kleurtjes. En wat voor kleurtjes zie je allemaal? Dit is blauw. Dat is blauw. En daarnaast is? Dit. Roze. Echt super tof. En zo heeft Cape Town dag en nacht wel iets te geven. Het is een stad die blijft geven. Kijk, overdag kan je dus een stukje cultuur pakken. Pak je musea en entertainment. En s'avonds heb je, eindsommiddag heb je prachtige stranden. Olivia, vind je het leuk hier? Heb je een beetje ouw? Wat is er gebeurd dan? Waar? Op je voet? Ja! Jeetje, Mina. De zon die gaat in ieder geval wel mooi onder achter jou. Zeg maar dag zon, tot morgen. Waar de zon heen gaat? Naar de andere kant van de wereld. En dan gaat hij daar een aantal mensen gelukkig maken. En dan morgen, als we geluk hebben, dan is de zon ook weer bij ons.